Hij had een, ik denk een elleboog tegen zijn neus gehad, maar al bij al blijkt hem toch mee te vallen. Hier Silas Melson. En hij gaat verder op zijn inhaal van de voorbije weken. Pas op de baseline, dat is misschien ook moeilijk. Inside naar Big B Williams. Goed defense van Lepke. Zeer sterk. Ja, goed aan het spelen zou ik zeggen. Brengt veel energie. Brengt toch veel meer, hè? Ja. Ik denk dat men ook wel de coachingstaf van de begrijpt al dus een goede 3 van Lepke. Dribbles heeft hij niet nodig om te scoren. Maar goed, gewoon de take. Mooie extra pas naar Marnegraaf voor 3. En hij gaat binnen. Eerst maar al zo ook zeer goed afwijkt voor het moment. Ja, toch een zeer moeilijk persoon om te houden als hij eenmaal ook de driepunten begint binnen te shotten. Hier Melson, geweldige drive en afwerking. Marnegraaf voor 3. Hij gaat binnen, 2 op 2 van Niels. Hij zegt wat jij doet, dat kan ik ook. Mukubu. Mooi, want tegen Bijenberg, fysiek en de finish voor Wen. Drogende hoek. En die gaat er ook in. Cliff Hammonds. En ook Niels van den Eyn die op het terrein is gekomen. En hier AJ. Goeie tijd. En Wen! Inside. AJ. Ja, moet deze rond gezocht worden. Hoe lang moet deze rond daar die mismatch hebben tegen Branch? Maar Hammonds zegt, zoekt deze rond. Hammonds, opnieuw met de driepunter. En hetzelfde resultaat. Als Melson naar buiten blijft, heeft hij een open shot. Wat komt hij in godsnaam nog doen? Oef, en die bal gaat er toch nog in. Mooie body control. Opnieuw niet naartoe. Geen screen. Nee, 8 seconden op de shotklok. Melson. Ja, de mooie finish van Saas Melson. Dat hij daar wel een call mag meekrijgen van Blijenberg. Dat geeft het ook aan. Heel veel body. Inzetten. Dan kan hij daar veel meer uithalen. Goeie contest opnieuw van Napke. Ja, goeie hands. Opnieuw. En de technische fout. Marnegraven naar Mukubu. 1-1 tegen Dudzinski. Fade away. Fade away. Van binnen voor Wen. Mooie move. Dat is de play van Limburg. Melts in de corner. Ja, goed pas. Ah, mooi. Geweldig. Mooi. Heel mooi gezien. Einde risico om nu al Blijenberg op het parket te brengen. Staat hij toch met 3 fouten. En Melson meteen hem aanvallen en meteen naar de basket. En ook meteen scoren. 13 punten voorstaat. Hier Cliff Hammonds naar Knapke met de 3-punter. En van binnen van Hoek. Zit hier Desiraux. Ja, weakside, Marnegraven. Met de 3-punter. En die gaat er ook in. Zijn derde van vanavond. Hier Melson. Vraagt hier om de isolation. Tegen de Ridder. Goed drive. En goed finish. Echter nu niet weer de helft. Zelfs Melson. Gaat hier de one-on-one tegen de Jinski. Pull-up. Nice. Ja. En nu de break voor Limburg. Maxime de Puit houdt even in. Melson voor 3. Ja, en die gaat erin. In ritme. Melson neemt hier tegen Big B Williams. Step back 3 voor Melson. Ik ga binnen. En nu Silas Melson. Wat kan hij uit zijn handen toveren? Sterk! Ja, sterk! Zeker tegen de jongens Koffer.